Ik sta hier op Dunakeszi Airport, vlakbij Budapest, op de set van Vliegende Hollanders. Ik zeg voorlopig nog maar gerust Zwoegende Hollanders. We hebben nog geen meter gevlogen en met dit toestel achter mij gaat dat ook niet gebeuren. Dit is de replica van de Fokker V7 die we in Nederland hebben laten bouwen door Delaware Company en de jongens van het Nationaal Transportmuseum. En die nu hier op de set in samenwerking met onze eigen art department proberen om het af te krijgen voor de shoot morgen. Dan moeten de wielen er nog onder. En de twee motoren die jullie aan het begin van dit filmpje zagen, moeten nog aan de vleugels. En als het weer mee zit, en we verwachten nu een fikse onweersbui straks aankomen, dan moet het allemaal lukken als die overwaait. En als die niet overwaait, valt alles in het water. Hell has broken loose. Kan het toestel dit aan, Arno? Kan het toestel dit hebben? Een Fokker kan alles hebben, dat je het maar weet. Nou, we lachen nog, zoals je ziet. Maar hoe lang nog? Vandaag is weer een stralende dag. In tegenstelling tot gisteravond. En hoe staan we ervoor, Koert? Nu nog ok en dan is het oké. Anders staan er al op. Zo is het. Ik ben op weg naar de set waar de Fokker V7 inmiddels is geplaatst. En onderweg kom ik Maarten Piersma tegen die er net vandaan komt. Maarten, is het allemaal gelukt? Nee, het is helemaal mislukt. Hij is door zijn pootjes gezakt. Ik geef het op, ik ga naar huis. Je doet het daar zelf. Oh, Ik ga even kijken. Maar Maarten kan dan zeggen dat hij door zijn pootjes is gezakt, maar inmiddels is alles goed gekomen. En staat hij gewoon waar hij hoort te staan. Op zijn wiel.